een keertje Stumble Guys, maar niet zomaar. Want er is momenteel in de store een zieke aanbieding. En het is eigenlijk heel stom om aanbiedingen te kopen. Dus ik ga het waarschijnlijk ook niet doen. Maar toch ga ik het misschien wel doen. Want hoe we het gaan doen? We gaan namelijk een potje spelen. Als ik meteen het potje win, dan mag ik deze mega offer kopen. Als ik niet meteen het eerste potje win, dan heb ik nog één laatste kans. Dan moet ik namelijk twee potjes achter elkaar winnen. Mocht dat niet lukken, dan moet ik dan drie potjes achter elkaar winnen. En dan is het eigenlijk wel voorbij. Dus we hebben eigenlijk één kans om echt meteen deze aanbieding te halen. Daarna moeten we twee potjes achter elkaar winnen. Daarna drie keer. Als dat dan weer niet lukt. Dus het wordt heel moeilijk. Maar we gaan dus kijken of we deze mega offer kunnen krijgen. En dan heb je gegarandeerd zo'n special skin. En die kans dat je die krijgt is super klein. Want ik had laatst zo'n opening gedaan. Dan had ik vet veel van die epische skins. Maar zelfs hier is de kans 1% op een special skin. En hier is het gegarandeerd dat je er eentje gaat krijgen. Dus dat is wel echt insane. Maar we hebben trouwens ook nog gratis rewards die we kunnen krijgen. Dus hier gaan we dan ook nog even mooi aan spinnen. Hoezo pakt hij hem niet? Hé, hey, ik wil mijn gratis... Oh, hier komt hij. Ik wou net zeggen, ik wil mijn gratis reward. Maar als jullie trouwens zin hebben in deze video, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En vergeet ook niet te abonneren. En op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. We beginnen met wat Stumble Tokens. Nou ja, toch altijd leuk meegenomen. Dan kunnen we misschien zo meteen nog zo'n speciale skin aanbieding doen. Maar dat hangt er vanaf wat we natuurlijk verder nog gaan krijgen. Gaan we 10 gems krijgen? We krijgen nog 10 gems erbij. Prima. En dan hebben we nog een laatste keer. En mochten jullie afvragen waarom kan je drie keer spinnen. Nou, dat was binnen het laatste een keertje in de aanbieding. Dan had ik een aanbieding gekocht. En had ik elke dag één spin extra erbij. We krijgen denk ik 10 gems. Ja, inderdaad. Nou, dan hebben we nog wat gems erbij. Hoeveel heb ik er nu? Ik heb er nu 45 en 37 van die punten van deze Stumble Tokens. Dus ik kan zo'n epische skin kopen. Maar dat doen we dan aan het eind van de video. Mocht ik helemaal niks krijgen, hebben we dat als troostprijsje. Maar laten we nu maar gaan spelen. En eens kijken of ik meteen het eerste potje kan winnen. Zou wel heel mooi zijn als dat gaat lukken. Oké, dan gaan we dan. Ja, we moeten het sowieso halen. Maar er zijn altijd pro's, jongen. Altijd maar weer. Dat is dan wel weer jammer, hè. We moeten hier even heen. Ja, en dan hier jump. En dan gaan we hier langs. Oké. Als ik me in ieder geval maar kwalificeer. Kijk, ik hoef nu geen gekke dingen te doen. Ik moet nu gewoon zorgen dat ik niet afga. Dat is voor nu het belangrijkste. Ik ga de andere kant langs. Ja, want ik ben bang namelijk als ik de gewone kant langs was gegaan. Dat ik daar af was gegaan. En dat wil ik niet. Oh, we glijden mooi. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Oké, dit is prima. En hier moeten we eventjes langs. Ja, dit gaat ook nog goed. Oh, ah, ik weet niet of ik bij de eerste sessie zit. Ga erom spannen. Oh, daar zijn er maar drie. En als ik deze erbij tel, oh, dan zijn we hier. Prima. Oké, je kan trouwens ook via de zijkant, zag ik. Er zijn allemaal lui die via de zijkant gingen. Die zijn niet sneller, maar die waren wel op tijd om zich te kwalificeren. Nou, dat is weer een binnendoorweg die ik heb geleerd. Maar we zijn in ieder geval de eerste ronde door, dus dat is mooi. Oké, hier ben ik wel blij om. We hebben geen teamgame. Soms heb je dan in één keer een potje dat je met teams tegen elkaar moet. Dat is echt vet irritant. Oké, dit gaat prima. Je moet gewoon de rechterkant langs gaan. En dan, dan kan je in principe niks fout doen. We lopen nu vooraan, dus dat is wel nice. En dan kunnen we hier meteen de deur door. En deze kunnen we dan ook hebben. Ja, we zijn echt ruim op tijd, dus dat is mooi. Oh, we zijn goed. We zijn goed onderweg. Kun je even wachten, anders worden we misschien afgeslagen en dat willen we ook niet hebben. Hier eventjes tussendoor, dit gaat goed. Oké. We zitten eigenlijk al in de finale, of ik moet het nu nog verpesten, maar dat doe ik ook niet. Dus dat is mooi, hier kunnen we net niet overheen. Maar dat maakt niet uit, want we zijn toch al gekwalificeerd. Top, we zitten meteen in de finale. Als we deze nu dus winnen, heb ik meteen de aanbieding gehaald en mag ik hem kopen. Als ik nu niet win, dan moet ik daarna twee potjes achter elkaar winnen. En dan wordt het wel extra moeilijk, maar dan is de kans nog steeds aanwezig. Maar, en als ik dat dan weer niet had, moet ik dus drie potjes achter elkaar winnen. Maar wat voor finale hebben we? Hopelijk een beetje een chillen waar ik een beetje goed in heb. Ah, nee. Die ben ik niet goed in, want die zijn allemaal binnen doorwegen en zo. En die ken ik nooit goed. Maar we gaan wel proberen, wie weet hè. We gaan denk ik gewoon zonder risico het proberen. Dit gaat goed, ja. Gewoon zorgen dat ik een beetje bij de top blijf zitten. Ah, ik zit nu al een beetje achteraan. Maar misschien dat het goed gaat komen. Kijk, je hebt hier altijd lui die hier zo over de zijkant jumpen. En dat is sneller, maar dan is de kans dat je doodgaat ook groter. En als ik dat doe, dan gaat dat nooit goed. Dus ik ga gewoon even de gewone weg. Met de hoop dat hun zo meteen een foutje maken. En dat ik dan in één keer een inhaalmanoeuvre kan doen. Je kan daar ook overheen. Kijk, daar gaat iemand helemaal via de zijkant. Als hij er nu afvalt, kan ik hem misschien nog inhalen? Oh, nee. Ga er langs, Nee. Shit, ik
was er heel even langs. Oh, anders was ik tweede geworden. Maar oh, we waren er bijna. No, dat laatste stukje heeft me gedekt. Ik was anders gewoon eerste geworden. Oké, dit is top. Nou, het is nog niet helemaal voorbij. Want als we nu 2 potjes achter elkaar winnen... Ja, dat is wel moeilijk. Dat hebben we volgens mij nog bijna nooit gehad. Maar dat zou technisch gezien moeten kunnen. Dan mag ik alsnog de aanbieding kopen. Dus we moeten nu even op onze concentratie gaan spelen. Ja, ik weet dat deze aanbieding er is. Ik wil hem ook kopen, maar dan moet ik eerst natuurlijk even een potje goed spelen. Ik laat weer de hoogtepunten zien van de volgende potjes. Nou, die eerste rondes, dat zijn vaak niet de moeilijkste. Dit is gewoon eventjes zorgen dat je niet gekke dingen doet. Ja, gewoon zorgen dat je bij de top zit. Dan is het prima. Hier, dit is wel de drukkant. Ah, vieze eikel. Iemand die ging mij daar vasthouden. Iemand hield mij daar vast. Dat is niet lief van diegene. Nee! Oké, dit is echt stom. Als ik dit potje nu niet haal, dan weten jullie het waarschijnlijk al. Maar dan moet ik 3 keer achter elkaar winnen. Dat zou echt bizar zijn. Oké, dit ging wel redelijk soepel. Dat scheelt dan weer. Hier ben ik namelijk ook al best wel vaak afgegaan. En, oh, dat ging nog maar net goed. Deze kunnen we ook hebben. En dan komt het denk ik uiteindelijk nog wel goed. Hier even wachten. En nu jump. Ja, oké, die hebben we gehaald. En deze hebben we ook gehaald. Nice! Oké, toch nog een redelijk goede comeback. Oké, gelukkig. We liggen nog op koers. Oh, nee, en nu hebben we wel een teammatch. Ja, dat vind ik echt zo irritant altijd. Want dit is ook zoveel mazzel hebben. Je moet gewoon hopen dat je teammates een beetje goed zijn. Nou ja, maakt niet uit. Ik laat in ieder geval de laatste 30 seconden zien of zo. Alles ertussenin, dat boeit niet zoveel. Dus jullie zien me zo meteen weer. Oké, geen idee hoe dit kan, maar op de een of andere manier domineren wij deze hele game. Ga jij hier eens weg, hoppa. We staan 11-1. Geel heeft er eentje. Dat is echt bizar. En waar is die ene nu? Ja, kijk, zelf bij hun eigen basis zijn ze aan het vechten om hem te behouden. Voor de rest, ze moeten er nog ergens eentje hebben. Oké, nou, dat moeten we zo meteen eventjes zien. Maar ik ga in ieder geval hier gewoon verdedigen. En in principe kan hier niks meer fout gaan. Ze hebben een 0 met de 9 seconden te gaan. Nee, dit gaat helemaal goed komen. Oké, top. Dan hebben we toch nog een finale gehaald. Dan moeten we die winnen. En als we daarna dus nog een potje winnen, hebben we alsnog de aanbieding. Oké, daar gaan we dan! Finale! Oké, dit is altijd wel een nadeel, want die geluid waar ik nu mee zit, die zijn vaak wel redelijk goed. Maar ik ga tot nu toe goed mee. En hier moet ik even wachten, want anders was ik afgegaan. Ja, dat moet je ook niet hebben. Je kan hier via de zijkant dus blijkbaar. En ja, dat kan inderdaad, dus we moeten hier eventjes langs. Oh, nee! Oh, hey! Ik dacht even, we zijn via de zijkant, maar dat ging niet goed. Nee, oké, dat is jammer, Hier moeten we even overheen jumpen. Gaat dit goed? Dat ging net goed, Oké, we hebben dit gehaald. Ik heb geen idee waar de nummer 1 nu rondloopt. Geen idee, maar ik geef het niet op. Ik blijf gewoon doorstrijden. Want voor hetzelfde geld ga ik het nog gewoon halen. Alleen nu ga ik weer af. Ik vind het zo'n irritante map om een finale in te spelen. Dat is niet normaal. Hier even afwachten. Ja, nu moet ik trouwens uitkijken. Want het lava komt er weer aan. Nee, en dan jump ik net verkeerd. Ik verpruts het helemaal, jongen. Oh man. Oké, we proberen het. Ah, het is weer te laat. Ai. Ik wel. Het is ook al te laat. Oké, dus dat betekent dat we nu 3 potjes achter elkaar moeten winnen. Nou, we kunnen nog 1 keer proberen, maar ik achterkant klein dat het gaat lukken. Nou, we zijn ondertussen bezig in het volgende potje. Het gaat niet ultra goed, ook niet ultra slecht. Maar ik vind deze map altijd gewoon heel irritant. Ja, deze map blijft gewoon vervelend. Oké, kijk, we zitten nu aan de verkeerde kant. Weet je wat? Ik ga gewoon eventjes hier langs. Dan gaan we hier eventjes heen. En dan ga ik deze jump maken. Want dan kunnen we hem misschien wel halen. Nee! Ja. Shit! Oké, dit is top. Oké, nu kunnen we deze wel halen, denk ik. Ja, dat is mooi. Dan moeten we even naar deze kant. Ja. En dan kunnen we het nog steeds halen. Oké. Het is nog steeds technisch gezien mogelijk. Maar dan moeten we natuurlijk de jump zien te maken. En ja, nice. Ik heb het toch nog gehad. We zijn weer een ronde door. Oké, we hebben weer de super slide. Nu moeten we gewoon geen fouten maken. We hoeven niet eerste te worden. We moeten ons gewoon kwalificeren. Nee! Dan zeg ik dat heel mooi. En dan gaan we meteen af. Dat is stom. Oké, hier even wachten. En dan kunnen we nu lopen. Ja. Oké, dit kan nog heel pittig worden. Maar er zijn meer afgegaan. Dus dat scheelt. We gaan gewoon de normale route. Dan kan je sneller gaan als je gaat springen. Ik weet niet. Daar ging wel een skin redelijk snel. Shit. Dan probeer ik heel snel te gaan. En dan verpruts ik het alleen maar. Oké, ik ga nu gewoon puur op veilig spelen. Dus geen binnendoorwegen meer. Geen rare trucjes meer. Gewoon zorgen dat ik niet afga en dat ik het ga halen. Dat is voor mij nu even het belangrijkste. Kijk, hij probeert de binnendoorweg.
kan werken en hij gaat redelijk. De eerste is nu gekwalificeerd en ik er nog niet. Ah, nee. Oké, ik ga hier nu onderdoor. Ja, deze haal ik ook. Deze haal ik niet. En dat is balen. Er zijn er nu 5 en deze haal ik ook niet. Er zijn er nu 6. Er zijn er nu 7. Nee, en ga ik nu nummer 8 worden? Nee, er is net eentje voor me. Oh, nou. Oké, het is mij niet gegund om die aanbieding te kopen. Of ja, misschien ben ik gewoon nog niet goed genoeg ervoor. De eerste game was ik er dichtstbij. Maar ja, toen ging het uiteindelijk niet goed. Nou ja, dat betekent dat we helaas mijn troostprijs moeten openen. Ik heb epische skin die we kunnen claimen. 1% kans op een speciale. Het zou wel lijp zijn als we die nu gaan krijgen. We gaan erachter komen. Het is sowieso een epische of beter. Kan ook legendarisch zijn. Die kans is 11%. Maar zo'n speciale zou extra nice zijn. Maar dat is niet het geval. We krijgen een astronaut of zo. Ja, prima. Nou, dan hebben we die dus nu gekregen. Helaas geen speciale. Nou, ik laat het erbij. Of hebben we hier nog wat? We hebben hier nog edelstenen. Oh, dan krijgen we nog wat. Nou ja, maakt niet uit. Daar kunnen we niet zoveel mee. Ik laat het erbij. Bedankt jullie voor het kijken. En heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmeurig hebt genoten van deze video, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik even woep opzij. En dan komt hier een video te staan. Die kan je checken. En ik denk dat je die ook wel leuk vindt. Dus nou, misschien leuk om nu dan te kijken. En hier kan je op drukken en dan kan je abonneren. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar dit was het echt. Joejoe!